We gaan vandaag een vis doen en we gaan een zeeduivel doen. Dit is een zeeduivelstaart. Het leek me wel eens een keer leuk om dat te laten zien hoe je een zeeduivel ziet. Tegenwoordig best wel veel op de markt liggen. De zeeduivel zijn natuurlijk echt grote beesten. Dit zijn de staarten. Dus hier komt een binnenlichaam en dan komt zijn kop. Zo'n grote, hele lelijke kop heeft dat beest. En die zeeduivelstaarten, dat had ik vorige week hier op de kaart gezet. Daar waren mensen heel enthousiast over. En waarom gaan we deze vis doen? Normaal heel vaak een zeebaars of een kast, een stukje kabeljauw of een stukje griet of zo, dat bakken we en doen we door de boter en dan hup, we geven we meteen mee. En een zeeduivel, dat is een wat stuggere, qua structuur ook, stugger vlees, die laten we rusten. Dus net zoals je bijvoorbeeld een kalfsbiefstuk of een stuk runderbiefstuk, laten we altijd even rusten. Dat ga ik even laten zien hoe we dat doen, dus dat die gaarheid heel mooi is van zo'n zeeduivel. We doen er spinazie bij, even gekookt ei en een aardappeltje om er gewoon een gerecht van te maken. Die zeeduivelstaarten, wij doen hem hier op de plancha. Dit is een plancha. In Spanje zie je heel veel, hè? Zeeduivelstaarten van de plancha. Je kunt het thuis ook gewoon in de koekenpan doen. Maakt niet uit. Of op de barbecue, is ook top. We gaan hem eerst even aanbakken. We maken hem eventjes, laten hem even mooi van kleur. Hup. Die graad van die zeeduivel, die loopt hier. Dat is eigenlijk een hele makkelijke vis. Ik zal het straks laten zien als hij gaar is. Je haalt hem zo met een mesje zo, hup, aan die kant eraf en aan die kant. Dan haal je eens een lange graad over. Deze gaan we goed aanbakken. Even een pannetje water om het ei eraf te koken. Ik bloem hem dus niet, hè? Gewoon alleen olie erop. Je ziet er nou heel veel op kaarten staan, zeeduivel. Heel vaak met, dat gaan wij straks ook even doen. We laten hem rusten en dan halen hem daarna nog een keer door de boter. En dan doen we dat met curry. Dan krijg je eigenlijk gewoon boter, een beetje curryachtige curryboter. Bak ze gewoon ook in de koekenpan, om en om 4 minuten. Gewoon even lekker kleur geven. Ondertussen, voor de spinazie, snip ik even een uitje. Laat ik ook meteen even zien hoe we spinazie hier tegenwoordig bakken. Dan beginnen we altijd weer met een shallotje. Banaan-shallotjes noemen ze dit. Ik vind als je entremetier staat, dus je doet de groentes, moet je altijd beginnen met een bakje shallotjes. Dat is altijd lekker gewoon. Als je groentetjes warm maakt, even een klein beetje in een uitje aanzetten, dan je groentes erin. Dat is top. Kijk. Dit ziet er goed uit. Kijk, deze zeeduivel, die weegt wel 450 gram. En je hebt natuurlijk in verhouding weinig graad, hè? Je hebt ook geen kop, er zit geen kop aan, niks. Dus je hebt echt wel twee goede filets, hè? Dus dit is voor twee personen. Kijk, als je deze zeeduiveltjes ziet, even, deze is wel klein, een klein staartje. Eén persoon. Kijk, dit is een perfect portie voor een lunchmenu. Als je hier vanmiddag komt lunchen, dan eet je één zo'n zeeduivelstaartje als hoofdgerecht. Voor het ei. Kijk, voor thuis, aluminium eronder, gaat de toplijn gewoon. Wij doen hem hier eventjes in. Kan die mooi rusten. Dat is altijd charme. Normaal laat je je vlees in rusten, maar nu doe ik er even vis in, dan gaat het perfect. Laten we hem een kwartier rusten en dan laat ik zien hoe je hem afmaakt. Kijk, die vis hebben we nu even, die hebben we laten rusten. Hè? Heel mooi rustig gegaard. Dat is perfect. Dat gerecht gaan we nu een beetje afmaken. Dus we gaan nu spinazie bakken en de eieren even schoonmaken. Ik heb hier een paar krieltjes. Die zijn gewoon afgekookt. Het is wel leuk om er even een stukje schil van het citroen erbij te doen. Nou, kijk, nu gaan we wel een beetje in de boter. Ondertussen die aardappeltjes even warm maken, krieltjes. Pellen we even die eieren. Ik heb hier een koekenpan. Doe een klein beetje zonnebloemolie in. Lekker wat boter. Als je nou alleen boter doet, verbrandt die boter heel snel. Dus nu maken we even, krijgen we een hogere temperatuur. Klein beetje curry. Kijk, pak onze zeeduivel. Kijk, zo weer wel. Nou, kijk, nu maken we hem gewoon weer even goed warm. Hij is natuurlijk nog niet helemaal afgekoeld. En je brengt er nu heel veel smaak aan, hè? Dus met curry. We hebben er nog geen zout, doe ik op het laatst. Zout en peper op het laatst. Kijk, kijk, nu is hij gewoon goed. Ik vind het heel leuk om zo'n zeeduivel nu in zijn geheel op het bord te geven. Maar ik zal zo wel even laten zien hoe je hem schoonmaakt. Een klein beetje peper. Kleur er zelf. Maken we dat ei voor die aardappelen ook een klein beetje warm. Je ziet tegenwoordig wel bij van die eetcafés. nieuwe generatie eetcafés. Dat ze heel vaak heel eenvoudig koken, wat ik heel leuk vind. Dus gewoon spinazie, een ei met een crème en een stuk vis. Of, ik noem wat, ik was laatst bij Ricoin in Parijs. Dus voor een heel leuk bedragje, voor heel normaal geld, kun je daar heel lekker eten. En dan had ik ook zeeduiven. Dan kreeg je gewoon een stuk zeeduiven met een stuk courgette en een puree. Verder niks. En vooraf eet je daar mosselen, gewoon uit de schelp mosselen met dus een beetje tomaat, sla. Als dessert ijs, was karamellijs met zout. Uitje erbij, van een shallotje. Spinazie, dit is wilde spinazie. We plukken het nog wel steeds, maar niet zo heel heftig meer als wat ik vroeger deed. Ik vind het wel leuk als die stengels er nog een beetje aan zitten. Je kunt spinazie natuurlijk ook alleen bakken in alleen maar olie. Klaar, niks meer aan doen. Kijk, dat is die vis. Dus die graat die loopt hier gewoon tussendoor. Hè? Ja, is goed. Pak die zon. Niet te droog. Nou, dat is eigenlijk, dit is wel voor één persoon wel genoeg. Ik maak wel even een touchère plate. Ja, je ziet hè, dat het nog helemaal een beetje glimt, hè? Dat het niet te gaar is. Ja, je kunt het ook aan de graad zien gaan. Zie je dat? Als het te droog wordt, is het ook niet lekker. Dus daar moet je hem laten rusten. Dan wordt hij veel gelijkmatiger gaar. Een beetje zout op die aardappels, een beetje zout op het ei. Die zou je kunnen uitlaten, lekker die spinazie, maar dit thuis zou ik dat doen. Zullen we nog even kijken hoe dat ei eigenlijk geworden is? Een zeeduivelstaart in de curry gebakken met spinazie, een ei en een gekookt krieltje.